Het strand bij Galibi is in het afgelopen weekend schoongemaakt door vrijwilligers van de Green Heritage Fund Suriname. De organisatie is van mening dat er voorkomen moet worden dat er meer dode zeeschildpadden vallen op het strand. Belangrijk is ook dat het strand schoon moet blijven. De lodgehouders en tour operators hebben een beroep gedaan op de organisatie om te helpen met de schoonmaak van de tijgerbank die bij de strand van Galibi ligt. Volgens Cheyenne Samson, vertegenwoordiger van Green Heritage Fund Suriname, hebben zij een bijzondere band met de gemeenschap van Galibi en staan klaar om ze te helpen. Samson geeft aan wat ze tijdens de schoonmaak allemaal hebben aangetroffen op het strand. Ja, heel veel netten. Dus het gros van onze zakken hier, die zitten vol met netten. En die zijn dus echt een probleem voor die zeeschildpadden. Die volwassen zeeschildpadden kunnen erin vast komen te zitten. Maar ook die hatchlings, die baby zeeschildpadden, als die uitkomen. Dan als ze over al die netten moeten kruipen, dan lukt dat niet altijd. En dan blijven ze erin vastzitten. Ze drogen uit en ze sterven. Of ze worden gegeten door dieren. Dus ja, we proberen onze zeeschildpadden altijd te helpen. En dus door die netten en al het andere afval te verwijderen, zorgen we ervoor dat ze een grotere kans op overleving hebben. Hoe lang zijn jullie bezig met het schoonmaken van de stranden? Nou, eigenlijk vanaf het begin van Green Heritage Fund, dat was het op brandpunt, zodra we daar waren. En nog steeds, dan ruimen we dat strand op, we verzamelen afval daar en we brengen het terug naar de stad. We hebben onze allereerste grote clean-up actie gehouden in 2017 en sindsdien hebben we elk jaar clean-ups gehad. Ook op Galibi, maar dan in het dorp hebben we vorig jaar nog in september een grote clean-up georganiseerd waar er meer dan 60 zakken zijn verzameld, samen met de mensen, vandaar ook de kinderen. Dus het is iets dat we gewoon elk jaar doen. De organisatie probeert in deze verre gebieden de bewustwording en de educatie hoog te houden, zodat de gemeenschap weet wat er van ze wordt verwacht. De organisatie leert ook veel van de lokale gemeenschap over hun eigen cultuur. Samson geeft aan hoe de organisatie heeft bijgedragen aan deze schoonmaakactie. Ja, natuurlijk, we zijn een lokale organisatie, we hebben niet zoveel geld, maar we hebben wel dus geholpen met materiaal, consumptie, benzine voor de boot, dat we naar de stranden konden varen. Dus we helpen waar we kunnen. Als we het hebben, dan geven we het zeker. Oké. En wat zijn de toekomstplannen nog van Green Heritage? Nou, sowieso komen we in de paasvakantie weer terug om met de kinderen te werken. We hebben in september altijd onze grote clean-up actie in verband met World Clean-up Day en Clean-up the World Weekend. En natuurlijk als er een beroep op ons wordt gedaan, zijn we weer hier op het strand. Dus we staan altijd ready om de gemeenschap te helpen. Ik wil de gemeenschap oproepen om echt bewust na te gaan, wat doe je met je afval? Gooi je het op straat, gooi je het in de goot? Waar komt het uiteindelijk terecht? Want daar gaat het mis. We gooien het op straat en we zijn klaar. Het komt hier terecht, op onze stranden, of bij de zeeschildpadden. Maar het komt ook in de zee terecht, waar die vissen het eten. En uiteindelijk komt het weer bij ons, komt altijd weer bij ons terecht. Met alle nadelige gevolgen, die dus ook weer voor ons zijn, die wij hebben veroorzaakt. Dus laten we een beetje nadenken over hoe we met ons afval omgaan. En laten we ook een beetje denken aan ons milieu. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder ons milieu. De schoonmaakactie is op touw gezet door de lodgehouders en touroperators van Galibi die voor het eerst samen hebben gebundeld.